van Felix op Maurits. Nee, niet weer, niet weer. Het publiek is door het dolle heen. Het stadion is een heksenketel. Hey Maurits. En... Ah, nee! Nee! Ik snap het zelf ook niet. Ik wilde alleen mijn Maurits schot, mijn uitvinding ja, proberen. Ja, uitvinding man. Voetbal nou gewoon, zoals alle anderen. Of kan je dat soms niet? Naar opa Rudy? We gaan nooit naar opa Rudy. Vindt hij het wel goed als we komen? Ik weet het niet. Heeft hij wel plek? Ik weet het niet. En hoe lang gaan we daar dan... Ik weet het niet. Nou, lekker dan. Ik wil naar huis toe. Ik weet het, lieverd. Ik weet het. Wauw, dit is veel cooler dan bij ons in Hulsdorf. Lekker belangrijk. Ik dacht dat u van voetbal hield. Mama zei dat u vroeger ook heeft gevoetbald. Tijdverspilling. Maar mama zei gisteren... Man, je moet niet zoveel kletsen. Bliksemschutters. Wel een beetje laat, hè? Dit formulier moet door de trainer ingevuld worden. Dus je denkt echt dat we met het toernooi kunnen meedoen? Tuurlijk, waarom niet? Omdat het toevallig al over 2 weken is. Hallo? Nou, dan moeten we gewoon ons best doen. Ho even, ik speel niet met die freak en zijn gang. Als je me nog 1 keer freak noemt, kebab, dan voeg ik je de bal. Wie noem jij je kebab, hè? Jouw koeienkop. Heb je eigenlijk problemen, freak? Oh, strand aan de knikker. Als jullie iets willen bewijzen, is het nu de hoogste tijd.